helpen om te houden. We hebben net getankt. En toen hebben we natuurlijk direct alle emoties even van ons af kunnen praten over het eerste hellingje. Want dat ging natuurlijk weer onbenullig. Maar iedereen doet het goed. Iedereen heeft het lekker warm. De motoren zijn goed. Kijk, dan gaan we alweer een heuveltje op. Heel even wachten tot de ruimte komt, want blijf het praten als je omhoog gaat, hè? Ja, dit is gewoon. Oh, dit gaat toch wel. Dit gaat toch wel prima. En we gaan weer direct weer door. Marcel rijdt dus voor mij. Dan Louis. En Brian en Ruben die zijn direct altijd al aan. Maar één minuutje te zien en ze gaan al. En ik heb toch altijd wel ietsjes langer tijd nodig om er weer een beetje eraan te wennen. Maar dat is helemaal niet erg, want uiteindelijk wachten we als groep altijd op elkaar. En credo is nog altijd hetzelfde als altijd. Blijven staan, vooruitkijken, kijken waar je heen wil. En een beetje genieten van de omgeving. Want dit is toch wel vet gaaf, maar er staat van alles op de beeld. Hap! Ferraro. Ja. Dat was even een gemeen hellinkje naar beneden, zeg. Mooi, Louis, keurig. Oh ja, vooruitkijken dus. Kijken waar je heen wil. En even gaan staan natuurlijk. Wow. Kijken waar je heen wil. En staan. Yeah. En raakboksen. Maar dat lukt ook niet zo goed. Raakboksen. Mist die... Oké, ik ga even stoppen hoor, met opnemen. Ik kan dat gewoon toch niet. Serraro de El Quilla. Dat staat in ieder geval. Golfbaan. Oh ja. Door een lang filmpje zo. Dus ik denk dat ik niet zoveel batterijen bij me heb. En dan gaat Ruben. En Brian. Die gaat het ook wel halen, denk ik. Kijken waar je heen wil. En omhoog. Ja, ik zit toch even de camera uit, mannen en vrouwen. Want we moeten even op de energie letten. Doei, tot straks!